Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Over 8 dagen is het weer zover. Dan mogen we eindelijk na 3 jaar weer richting Duitsland om ons vuurwerk te kopen. Maar ook gewoon de verkoop in Nederland. Het wordt gewoon ziek dat het na 3 jaar eindelijk weer kan. Ik kreeg in een van mijn DM's een leuke suggestie voor een video. En ik dacht van, hey, waarom niet? Dat is namelijk, maak een video met de topproducten die jij 100% wil gaan halen in Duitsland. Zo weten andere mensen dan ook een beetje van, hey, wat zijn een beetje de beste producten van de supermarkten. Dus toen dacht ik van, hey, dat kunnen we zeker gaan doen. En misschien kunnen we dit ook terugkerend ieder jaar doen om een beetje de beste producten eruit te lichten van de volgende 3 winkels. We gaan dit namelijk doen bij het vuurwerk van de winkels van de Kaufland, de Aldi en de Lidl. Dat zijn voornamelijk de winkels waar wij naartoe gaan voor het vuurwerk. Je hebt natuurlijk ook de Penny of de Norma en dat soort winkels. Maar wij komen voornamelijk bij de Kaufland, de Aldi en de Lidl voor ons vuurwerk. En dan voornamelijk bij de Lidl. Ik neem jullie mee naar de top 10 producten die wij 100% willen halen. Je hebt natuurlijk ook andere producten, fonteinen, die je ook kan halen in Duitsland. Maar voor nu heb ik gewoon een lijst gemaakt met de toppers die je echt moet gaan hebben, mocht je die kant op gaan. Ik wil daarnaast nog wel eventjes een kleine disclaimer geven. Mocht jij naar het buitenland gaan, of naar Duitsland in dit geval, over 8 dagen, hou je dan aan de regels van Nederland. Je mag je vuurwerk namelijk gewoon daar kopen, maar het moet wel voldoen aan de Nederlandse wet. Dat is onder andere dat het een Nederlandse tekst moet hebben, geen knalvuurwerk, geen vuurpijlen en niet meer dan 25 kilo. Hou je daar dan ook echt aan, jongens. Want mocht jij bijvoorbeeld 1 pak knalvuurwerk meenemen uit Duitsland en daarnaast allemaal cakes, dan worden ook die cakes in beslag genomen. Want alles wordt dan gezien als illegaal vuurwerk. Dus hou je aan de regels, dan heb je ook geen stress. Laten we maar beginnen met de nummer 10. De nummer 10 is The Poison, oftewel de Artis van 2019. Die heeft een nieuwe naam gekregen. De nummer 10 is dus The Poison. En The Poison is gewoon eigenlijk de Artis. Je had voor de Artis zelfs nog de Reno. Maar ze hebben dus gewoon een nieuwe naam gegeven. We nemen jullie nu mee naar de site van de Aldi. Want alle sites zijn inmiddels al online. De Aldi, de Lidl, Kaufland. Ik zou ook allemaal even linkjes in de beschrijving zetten. Maar we gaan allereerst nummer 10 behandelen. The Poison. En dat is eigenlijk gewoon de Artis zoals ik net al zei. 4 euro voor 16 shots. En op deze site staat zo te zien geen video. Maar waar wel een video staat is op deze website. En deze website zal ik ook even in de beschrijving zetten. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. En de Artis is wel gebleven trouwens. Die is 3 euro. Maar heeft veel minder shots dan de Poison. En die laten we dus gewoon liggen, de Artis dit keer. En de Poison laat ik nu even een video van zien. 4 euro. Oude vertrouwde burst cake. Terwijl een nitraatcakeje of zo. Gele, sorry, rode en groene effecten. En een harde knal. ...16 shots dus. En zo gaat het nog wel even door. Dat is dus onze nummer 10, jongens. En vaak halen we hier een karton van. Ze kosten 4 euro per stuk. En er zitten er 12 van in een karton. Oftewel 48 euro voor een karton. Dat is veel goedkoper dan een duurdere compound in Nederland. En hier kan je gewoon een beetje tussendoor stoken tussen de compounds in Nederland. In gewoon af en toe zo'n cakeje tussendoor. Superleuk. En deze staat al jarenlang op onze lijst. Ik heb ook nog nooit gehad dat deze uitverkocht is. Dus ja, de kans is heel groot dat je deze gewoon kan bemachtigen in een van de supermarkten van de Aldi. Dus dat was onze nummer 10. De nummer 9, en dat is niet denk ik geheel onverwacht voor jullie, maar dat is de Alligator van de Lidl. En de Alligator noem ik eigenlijk ieder jaar een soort van de Artis met crackling. Dat is niet helemaal het geval, maar ja, het is een soort van zelfde soort cake. Dezelfde prijs, alleen zit er crackling bij. En dan gaan we nu eventjes naar de site van de Lidl. Alligator. De Alligator is 4 euro, jongens, voor 15 shots. Is een wat gekkere cake, want de meeste cakes van dit formaat hebben er 16. Maar deze heeft dus 15 shots. En zal ik jullie ook even een video van laten zien. De Lidl heeft namelijk gewoon video's op de website staan. Terwijl je wordt gewoon doorgelinkt naar YouTube. Maar je zal zien, het is een soort van Artis. Sorry, Poison, maar dan met crackling. Hier nog geen kleur, maar dadelijk wel, dacht ik. Hier, een beetje kleurtjes tussendoor.
Ja, jullie zien het. Deze moet je eigenlijk gewoon echt meenemen. Meestal halen we een stuk of 5, 6 voor 4 euro. Zeker de moeite waard. En daardoor staat deze op nummer 9. Het is niet de beste cake, maar voor deze prijs is het gewoon leuk om er tussendoor te stoken. De nummer 8, jongens, is de Tristan van de Aldi. De Tristan is 19 shots voor 5 euro. En dan komen we misschien een eurotje duurder, maar de kwaliteit gaat dan ook omhoog. 19 shots voor 5 euro, echt een meepakker, eerlijk is eerlijk. En dat is natuurlijk weer de Aldi, dus die heeft daar geen video van. Dus dan gaan we even naar deze site, die heeft daar wel een video van. 5 euro dus, en jullie gaan nu zien waarom deze op nummer 8 staat. Mooie kleuren, fel, crackling erbij, lijkt een soort knetterbal in de lucht. Ja, is gewoon een super cake om erbij te nemen. Deze gaan we dan niet een stuk of 10 van halen, deze halen we maar denk ik 2 keer of zo als het lukt. Want onze keuze gaat gewoon wat meer richting de Poison en de Alligator. Daar halen we er wat meer van om tussendoor te stoken of in een project. Maar de Tristan is ook gewoon voor die prijs gewoon een hele mooie meepakker. Dus die staat op nummer 8. Dan gaan we naar nummer 7. Nummer 7 gaan we eventjes voor naar de Kaufland. De Kaufland heeft natuurlijk ook andere cakes. Alleen de Bloody Mary, die dus op 7 staat bij ons, is een cake die we al jaren willen hebben en ook al jaren best wel moeilijk is om aan te komen. Of juist eigenlijk weer niet, want wij kiezen ervoor om eerst naar de Lidl te gaan, dan naar de Aldi en dan naar de Kaufland. In ieder geval als eerst naar de Lidl. En wat doet de Kaufland? De Kaufland vult gewoon de schappen en dan moet je ze pakken en dan staat er vaak een hele bubs aan mensen omheen. En die graaien dan naar die Bloody Mary en dan, ja, hoeveel? Dus sommige mensen pakken er gewoon 8 of zo. En dan hebben wij er maar 1 of zelfs helemaal niet. Vaak willen we er een stuk of 4 of 5. Want ze kosten maar 4,44 euro voor 12 shots. Alleen vaak lukt het maar om hem 1 of 2 keer te bemachtigen. We gaan even naar de video. Die staat volgens mij beneden. Ja, ook van Weco. En Bloody Mary is wel echt een terugkomer in onze collectie. Mooie effecten. Al is deze video van wat verder opgenomen. Nou, jullie zien het. Zo gaat hij dus door. 12 shots. Mooie rode kleuren. En ik wil deze gewoon het liefste 5 keer of zo hebben. Maar of het lukt, is eigenlijk nog nooit gelukt. Meestal 1 of 2 keer. En dat is eigenlijk ook al voldoende hoor. Ik bedoel, we gaan naar Duitsland voor de dingetjes erbij. En in Nederland hebben we natuurlijk onze echte collectie. Maar dat was in ieder geval nummer 7. De volgende, jongens, is nummer 6. En nummer 6 is de Matrix. Die is nieuw dit jaar en die staat dan ook als het goed is boven hier bij nieuw. Ja, staat die. Nooi. Voor 7 euro 54 shots. En dan kom je dus een beetje bij wat grotere cakes. Maar je ziet het aan de prijs dat het alsnog heel goedkoop blijft. Hier zitten wel wat van die mines bij, maar ze gaan over in geel en in burst, dus dan vind ik ze wel weer goed. We gaan even naar de video ervan, als die er is. Ja. Video duurt 49 seconden. Het begint dus met mines, zoals ik net al zei, en ook geel. Maar ja, omdat hij nieuw is, willen we hem zeker halen. Nou, je ziet het. En als het goed is, komen nu de burst. Zeker. Mooie effecten. Het is gewoon echt een topper, zoals ik hem zie op video. Kijk, dan hier nog crackling aan het eind. Een soort van finale. Dus deze staat zeker op de lijst. Halen we ook 1 keertje maar. Maar als die gewoon goed blijkt te zijn, dan halen we hem volgend jaar natuurlijk vaker. Dat is dus de Matrix, nieuw en 7 euro. En wat de Lidl goed doet, is dus dat ze bovenaan de website zetten wat allemaal nieuw is. Dan gaan we door naar nummer 5, jongens, die je moet halen. Is de Daredevil. Komen we bij een iets duurdere cake. Althans, vanaf nu wordt het sowieso wat duurder. Maar deze is dus 15 euro voor 31 shots.
En we hebben deze al eerder gehad een keer, alleen niet vaak. Maar toen ik een beetje de video's ging terugkijken van wat ze nou precies hebben, dacht ik van, hey, waarom eigenlijk niet? Want dit is gewoon een hele mooie cake. En 15 euro voor 31 shots, hoor ik jullie wel al denken van, hey, voor die prijs kan je in Nederland ook leuke dingen kopen. Dat is ook zeker waar. Alleen mocht je dus naar Duitsland gaan, dan is deze een mooie meepakker. En ik ga jullie nu in de video laten zien waarom. De Daredevil. Nummer 5. Grote beurs dus. Grote effecten. En echt ook een topper, je ziet het hier zo. Het duurt dus 35 seconden. Kijk deze effecten bijvoorbeeld, heel ziek. Dat was dus nummer 5 jongens, de Daredevil. Gaan we door naar nummer 4 en dan blijven we even bij de Lidl. En dat is namelijk de Stormy Flash. De Stormy Flash is 13 euro voor 13 shots, oftewel 1 euro per shot. Maar dit is gewoon ook een hele mooie cake, ik vind het ook een mooi design. Nou boeit dat eigenlijk niet, want wat er voor effecten aan zit is natuurlijk veel belangrijker. Maar het is gewoon een goede meepakker mocht je bijvoorbeeld net na die alligator in een wat duurdere segment willen gaan zoeken. Dan is deze echt een topper. Ik zal even een videootje laten zien. Effecten staan trouwens ook op de site. Maar ik vind een video altijd wat realistischer. En nog realistischer is het natuurlijk als je hem zelf afsteekt. Het is echt een topper, jongens. Kijk die staart alleen al. Beetje van die effecten. Ja, het is echt een topper dit. 25 seconden duurt hij, 13 shots. En is gewoon echt een topper om erbij te hebben. Want een euro per shot is gewoon echt een hele zieke cake om te halen. Dan gaan we door naar nummer 4. Dat is de nieuwe Beastmaster. Die staat ook bij nieuw. En vroeger had je gewoon de Beastmaster zelf. Alleen de nieuwe Beastmaster is gewoon nieuw. Ik weet niet precies wat er nieuw aan is. Dus mochten jullie een tip hebben of weten wat er nou precies nieuw aan is ten opzichte van de oude Beastmaster, laat dat weten in de reacties. Ik ben er niet achter gekomen. Alleen, het is gewoon een topper. Jullie zien hem hier zo. 14 euro voor 18 shots. Ik heb al vaker gezegd, als je een wat duurdere cake koopt, kijk dan ook naar het aantal shots. Want als er bijvoorbeeld 200 shots in zitten, dan is het voornamelijk gewoon mines. Deze is nieuw. Mooie design ook. Laten we maar naar de video gaan kijken. Nummer 3. 18 shots. Ook een harde burst, goede knal. En hij duurt 30 seconden, jongens. En deze komt zelfs 55 meter hoog, besef dat. Dat is hoog, hoor. Ja, het is gewoon een toppertje. En die staat dus hoog op onze lijst. Dat was dus nummer 3. Gaan we door naar de nummer 2, jongens. En de nummer 2 die staat helaas niet op de site van de Lidl. Maar dat kan dus komen omdat die online is uitverkocht. Maar in de winkels zullen ze hem vast wel hebben. Nummer 2 is namelijk de Firefly. En daar gaan we even voor naar de site van die gast die dit allemaal netjes achter elkaar heeft gezet. En de Firefly is gewoon ook echt een topper. Goede burst ook. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Herhaal ik heel veel, maar burst is heel belangrijk, vind ik. Voor 16 euro echt een hele goede cake om te halen. De Firefly. Dat was dus de Firefly, jongens. Nummer 2. Die willen we ook zeker op de lijst hebben. Ik heb deze dus nog nooit gehad. Maar waarom, weet ik ook niet. Deze viel mij ook op YouTube. Dus nummer 2, de Firefly. En dan zijn we eindelijk aangekomen bij onze nummer 1. Oftewel de cake die we 100% willen bemachtigen. En die heel hoog op onze lijst staat. En dat is geen verrassing, want ieder jaar vertel ik dit aan jullie. Behalve de afgelopen 2 jaren natuurlijk. De nummer 1 is de Black Ice. En de Black Ice is gewoon een topcake. 18 euro voor 47 shots. En je moet er wel van houden, want er zitten wat geel effecten bij. Wat mine effecten bij. Wat van die draai-effecten zitten erin. Maar ik vind gewoon een cake die gewoon
echt 100% in je collectie moet zitten. En eigenlijk mocht je heel weinig vuurwerk halen, dan is dit de ultieme cake, omdat hij wat langer doorgaat, 40 seconden, meerdere effecten heeft. Oftewel, je kan dus van alles wat genieten. 18 euro voor 47 shots. En deze is heel vaak uitverkocht. Althans, je begint in de rij te staan in Duitsland. En dan ben je eindelijk aan de beurt en dan zeggen ze, hij is er niet. Dat was bij ons ook in 2019. En dan blijf je even staan, omdat je denkt van ja, dat kan nooit. En dan vraag je 3 minuten later 1 Black Ice alsjeblieft. En ineens kunnen ze hem wel leveren. Wat ze dan doen, is dat ze dus jou zo snel mogelijk uit de winkel willen hebben. En het hele karton waar ze dus mee bezig waren is dan op. En dan is er iemand aan de andere kant bezig om een karton te openen. Maar dan willen ze jou niet in de winkel houden die paar minuten. En dan ga je weg met de veronderstelling hij is uitverkocht, terwijl die er eigenlijk gewoon is. En een paar minuten later gewoon leverbaar is. Dus blijf dan altijd even staan. Vraag het opnieuw een paar minuten later. En je zal zien dat je de Black Ice dan gewoon krijgt. Geldt trouwens ook voor andere producten. Ga nu even naar de video van de Black Ice. Al denk ik wel dat de meeste mensen weten hoe die eruit ziet. Ik kan me niet voorstellen dat je niet weet hoe die eruit ziet, maar moet je kijken die effecten. Echt een toppertje dit. Geel en ook die shoef effecten dadelijk je gaat zien, die draai effect in de lucht. Volgens mij is dat het laatste effect trouwens. En dit is ook mooi hoor. Nee, nu komt hij volgens mij. Zie je? Echt een hele mooie dit. Dat is onze top 10 jongens. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Zo ja, doe dan zeker een like omhoog. Want mochten we over de 1000 likes gaan, dan zal ik nog een extra Duitsland info video maken. Om alle tips aan jullie te geven die je maar kan krijgen op het moment dat je die kant op gaat. Ik hoop in ieder geval dat jullie heel veel aan deze video hebben. Want mocht je dus een wat kleinere portemonnee hebben en je haalt van deze hele top 10 één cake, dan kan je echt voor een lager bedrag een hele mooie collectie hebben. En dan heb je een beetje de toppers van de Duitse supermarkten. Zoals ik net aan het begin van de video ook heb uitgelegd jongens, er zijn natuurlijk nog veel meer producten en andere winkels. Alleen dit is gewoon onze eigen top 10. Dat als je zegt van welke producten willen jullie hebben, dan staat deze 10 staan echt ver bovenaan. Je hebt natuurlijk nog veel meer producten. De laserfontein en weet ik van wat. Compounds heb je ook in Lidl, bij de Lidl en de Aldi. Alleen die laten we gewoon liggen. En die kilo's willen we gewoon liever besteden aan hier in Nederland. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.